tranen in elk leven en niemand iemand haat. Waar geen conflicten zijn en niemand het woord corruptie kent. Waar alleen de kleuren van je hart vertellen wie je echt bent. Een wereld waarin politici geen loze beloftes uiten. Waar kinderen niet worden geboren of vervolgens te misbruiken. Waar een 2 minuten stilte niet nodig is, waar een oorlog nooit geweest zou zijn en niemand zijn dierbare mist. Mijn wereld is een wereld die zich laat zien in mijn dromen, waar geluk en vrede heerst, waar ieder mens in mag wonen en niemand een ander zijn leven beheerst. Welkom in een wereld waar alles magisch lijkt, maar nog altijd een sprookje is, ver van de werkelijkheid. Heel mooi thank you.
Leg de klint even goed. Dat ik het leven goed sta. Iedereen die bloemen heeft, mag ze nu bij het monument neerleggen. Dames en heren, namens het bestuur van de gemeente Medemblik en namens het organisatiecomité wil ik u hartelijk bedanken voor uw komst. U bent in grote getale opgekomen. Dat betekent dat de 4e mei leeft onder u en dat we deze traditie
voort moeten zetten om te blijven herdenken en te blijven gedenken. Ik kan nu nog even doorgeven aan mevrouw Bogloetjes, die nog een aantal mensen wil bedanken voor de organisatie van dit geheel. Namens onze gelegenheidscommissie 4 mei wil ik om te beginnen de jeugd allemaal bedanken. De schouting, de kinderen van de Meridianen en het Koggenschip die gedicht hebben voorgelezen. En alle kinderen die mee hebben gelopen in de stille tocht. En het is belangrijk dat de jeugd dat stokje van ons zo langzamerhand over gaat nemen. Maar ik wil ook Crescendo bedanken en Lotus. Die hebben toch voor een, als ik het zo mag noemen, vriendenreisje voor ons dit verzorgd. Heel hartelijk bedankt. En we konden dit allemaal doen door een gift van een club hier uit Nederland. En dat is gewoon heel top. Heel hartelijk bedankt. En als laatste wil ik mijn buurman bedanken. Voor, ja, dat kon je verwachten. Ja. Nee, voor, niet alleen voor vandaag, maar voor een heleboel andere dingen. Ik weet dat 4 mei jou ook ter harte gaat. Dus als we volgend jaar 4 mei wat hulp nodig hebben, dan weet ik je te vinden. Ik dank je wel. Oké, en u allemaal wel thuis. Ik wil iedereen nog wel even oproepen om morgenmiddag om 4 uur de loopgroep te verwelkomen die het bevrijdingsvuur uit Wageningen hier bij het monument komen brengen. Ja, morgenmiddag om 4 uur. Ik hoop dat u er bent. Dank u wel. En een